Kijk, het gaat om gewone mensen. Om tweeverdieners. Om gezinnen met kinderen. Die zitten aan de keukentafel en zitten uit te rekenen hoe ze hun huis kunnen betalen. Het gaat om bouwvakkers, om leraren, verpleegkundigen. Kijk, zij vormen de ruggengraat van Nederland. Zij houden onze economie draaiende. Wat vinden mensen belangrijk? Praat met iemand die zorg nodig heeft. Of die zorg geeft. En je weet het. Praat met een leraar. Of met zijn leerlingen. En je weet wat zij belangrijk vinden. Praat met een slachtoffer van een overval. Of met de politieagent die daarbij was. En dan weet je wat echt telt. En daarom vind ik ook juist ook die wijkpolitie zo belangrijk. En dat is voor mij een van de redenen waarom ik er niet voor ben dat we nou straks nationale politie krijgen. Als je aan mensen vraagt waar ze behoefte aan hebben, dan zeggen ze: werk, dat past bij mijn talent. Onderwijs voor hun kinderen. Veiligheid op straat. Zorg als ze het nodig hebben. Een overheid die er voor hun is en die ook echt levert. Het zijn allemaal elementen van bestaanszekerheid. En juist daar zijn mensen nu onzeker over. Nou, we doen ons best, maar er is op dit ogenblik gewoon een rechtse meerderheid. Ja. Die is buitengewoon. Die manifesteert zich ook echt als rechtse meerderheid, hoor. Ja. En wat hebben al die gewone gezinnen nou van dit kabinet te verwachten? De politieagent, de leraar, de vuilnisman. Kijk, hun salaris wordt bevroren. En gezinnen met kinderen? Kinderopvang wordt duurder. En dat betekent dat vrouwen weggehouden worden van de arbeidsmarkt. En kijk, meneer Rutte, die hardwerkende Nederlander, dat is nou juist vaak een vrouw. Ik vind het ongelooflijk belangrijk, hè, dat met al die bezuinigingen dat je eerlijk moet delen. En dat gebeurt niet. Zo houd je Nederland niet bij elkaar. Zo wordt het een land van winnaars en verliezers. Armen worden armer, rijken worden rijker. En de politieagent, de leraar, die leveren in. Hun huren gaan omhoog. Maar de eigenaren van de dure huizen, die worden ontzien. De wijkaanpak, die gaat op een laag pitje. En er zullen veel minder mensen inburgeren en Nederlands leren. En zo komen we met de rug naar elkaar toe te staan. Tegen die benadering heb ik mij altijd verzet en zal ik mij blijven verzetten. Want het kan anders. De Partij van de Arbeid wil een land waarin iedereen meetelt. Een land waarin al die hardwerkende Nederlanders, van kleine zelfstandigen tot bouwvakker, van ondernemer tot journalist, allemaal de handen ineen slaan om het cynisme en het onbehagen achter ons te laten. Waar al die hardwerkende mensen hun baan houden. Een land waarin we de rekening van de crisis niet eenzijdig afwentelen op gewone mensen, op ouderen, op kwetsbaren, op gezinnen met kinderen. Een land waarin mensen beoordeeld worden op hun gedrag en niet op hun geloof. Een land dat weet van aanpakken, maar altijd met fatsoen en met respect voor elkaar. Iedereen telt mee.